Yo mensen van NickGames, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Ik ben ik en vandaag zijn we weer terug bij City Skylines. Ja hoor, we are back. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil vandaag een aantal dingen doen. Als eerste, deze stad heel wat uitbreiden, lekkere spraakgebrek. 3500 inwoners, kan altijd meer, hoe meer, hoe beter. En traffic gaat een hele grote issue worden. Want traffic is altijd een issue. Maar wanneer je stad groeit en je hebt geen rotondes, wordt het sowieso een issue. Je kan een grote rotonde passen of ik kan even mee wachten. En kijken hoe het zich gaat verlopen. Wellicht dat ik hier wel een keer een doe. Want op zich kan ik het daar wel goed gebruiken. Maar wat ik eerst sowieso wil doen is hier even een proper way maken om af te slaan. Ik kan eigenlijk niet echt een goede vinden trouwens. Want ik heb er nog maar weinig eigenlijk. Want heel veel zijn nog best wel hard afgesloten. Alleen, ik heb heel veel vierkanten. Alleen is niet ook wat doen. Ik wil een three-way intersection, alleen wel een kleintje. Even een normale hebben, zonder dat die joekelend groot is, zeg maar. Hier kan die op zich wel komen als je dat een beetje anders timet. Maar nee, dan zit hij gelijk met dat in de weg. Probleem, anders laat ik dit wel even zo. Hè. Niet het grootste probleem, want jij hebt werkdingen nodig, dus dat kunnen we sowieso wel doen. Hoe meer stores je nodig hebt proberen. Dit wordt allemaal stores. Hoe ver zit ik eigenlijk? Buzzy Town. Dan krijg ik transport. Dan krijg ik de rest van de intersections. Oké. Dus wellicht is daar een mooie tussen. Dan de volgende krijg ik waarschijnlijk pas die dingen. Daar heb je 8000 voor nodig. Nou, dat heb ik nog niet. Maar wat we wel kunnen doen is zorgen dat wij in de buurt komen van de volgende paal mile. Dat betekent sowieso eerst maar even het doortrekken van the streets met 35 uurtjes. Zeg erop. Thank you. Oh. Nee. Gewoon bent. De trein. Waarom ga je lager? Oké, dat is gewoon weird. Nou, oké, het zal wel. Is het terrein zo slecht hier? Holy shizzles. It's kind of a problem, you know? Ja, maar wat is dit ook weer voor terrein? Wat is dit ook weer voor bende? Dit ziet er beter uit. Behalve die dan. Want die hoort daar niet. Alleen het is een beetje opgeleveld nu. Het is niet het mooiste kunstwerk op deze aardbol. Maar het zou het er even mee moeten doen. Ja, het zou er even mee moeten doen. Jats. Wat zien we mensen gelijk weer doen? Gelijk gaan jagen. Dus jij, nee, mag niet lopen. Mag niet lopen. Jij mag door. Jij mag hier niet lopen. En je mag door. Jij mag hier niet lopen. En je mag door. Hetzelfde aan de andere kanten. Zo. Hoofdweg, op hoofdweg jij niet mogen kloten. Jij, residential. Gewoon even dit gebied als eerste doen. Dat even, als er een stroomstoring komt, wat er 100% komt. Oeh, solar parking. Werkt het ook? 3 megawatt is eigenlijk helemaal niets, maar het schijnt. Hier, langs de main road. Op zich, weet je. Pretty genius. Iets meer stroom gewoon door dit. Nou ja zeg, perfect. Alleen parkeren mensen dan naast. Right, over bussen. Die hebben wij niet. Maar daar ga ik verandering mee. Want die hebben wij nu wel. Haha. Suckers. Bussen, bussen, bussen. Jat C. Geen reet aan uitgeven. Het is allemaal spillerij. Dus nee, gaan we niet doen. Je hebt dan net weer water nodig natuurlijk. Want altijd heb je water nodig. Gaat zo. Bus. Jongens, jullie moeten maar even iets vaker lopen, want ik heb geen zin in dat die bus overal staat. Wacht even. Ik wil een bus hier hebben en ik ga even slimmer aanpakken. Daar. Ik hem hier. Dan wil 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 ik één stopje bij de middelste farm. En één stopje bij de middelste
hier. En dan als de zandsotimeter weer terug aansluiten. Bam. Veel succes. Hoppatee. Waar is mijn fucking buslijn? Hier is mijn buslijn. Lane 1. Dit is even een mod weer die ik ook niet snap. Jezus. Ja, maar je zit op random bus. Dan krijg ik alleen mijn troep dingen. Waar sta je? Ik wil jou hebben. Voor de rest wil ik geen bussen. Waarom gaan er zo allemachtig veel? Ik hoef geen 13 bussen. Come on. Waar de fuck staat dat? Dat is de knop. 4 bussen. Meer dan voldoende. Ik hoef er niet 65.000. Niet nodig. Dat is allemaal fucking onzin. 4 is ook onzin trouwens. Ik wil er... Het geeft me er 2. 2 bussen van 500 mensen. Ik kan er 1000 mensen verplaatsen. Brandweer! Come on. Ik wil even naar die milestone toe, jongens. Ik wil even naar die milestone toe. Dan kan ik zeggen dat het hier trouwens een beetje... steep afgaat. Dus dan wil ik dit eigenlijk als... laatste road houden. Als het zo zou kunnen zeggen. Ga ik even wat kleine design dingetjes doen. Met wellicht en wat mooier te maken. Wellicht is dit nice. Ik weet niet welke stroomkabels ik gemold heb. Eigenlijk niet. Dat staat er nog via 2 kanten vast. Dus dat kan allemaal wel wee. Zeg dan hier zit ik met een dwarse verhoging. Is dan even niet anders. Maar ik denk dat dit op zich best wel mooi kan zijn. You know? At least I think so. Wellicht iets van zo. En dan jij gewoon door tot daar. Ja, maar jemig. Ga toch nog even uitzoeken hoe dat nou zit. Want dit ding zit gewoon de hele tijd zijn eigen gaten te graven. In plaats van gewoon over het trein heen zwoepen. Dat is nou niet echt de bedoeling, zeg maar. In elk geval als ronding van alles kan dit op zich wel. Ga ik in elk geval deze rondje even alvast belasten. Op zich kan ik dit wel om even issues te voorkomen. Dan wellicht even zeggen jij. Upgrade. Alles deze kant op. En vervolgens kan je daar weer op. En dan vervolgens ook hier zo. Perfect. 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 Daar het hoekje erbij. Dan zie je, het terrein wordt gewoon niet meer smooth geterraformd. Het wordt nu gewoon afgekapt. Ik weet niet waardoor het is. Als iemand het weet, laat het vooral achter. Ik weet niet waarom, maar het is lelijk. Hier overal wordt nu gewoon hoogte aangemaakt. Waarom? Bloody lame. Alles gelijk vloers. Het is lelijk. Gadverdamme. Als iemand de antwoord hier nou weet, please. Alright, zijn we al in de buurt? Nee, we moeten nog... veel mensen. 400 mensen. Moet ik eigenlijk zometeen gaan beginnen aan de volgende. De volgende industrie. Want dat is wel waar alles om gaat. Dat is waar de geld vandaan komt. Niet farming, als het ware. Eigenlijk gewoon cheap business. Kaboom! Hatsakee! City planning... Policies. Stop maar. Ik was voor aflevering denk ik het ook verkeerd. Policies, dat is het juiste woord. Level 4, unique buildings. Tourism, unique buildings. Sightseer, tourbuses, boeit me niet. Oil, dat is de geldbron. Three-way intersection, die heb ik meer nodig. Three-way, dat zijn de dingen die ik nodig heb. De three-way intersections. Grote fire station, DL distribution center, oil power, sightseer, bus depot, medium warehouse, hapat. Tij. Bisunus. Alleen wat ik ook even, wat ik even voor elkaar moet krijgen is, ja. Yeah. Dit is het probleem. Het zou kunnen, weet je. It could work. Ga ik alles even op pauze zetten. En heel veel mensen kunnen janken dat hun huis naar de getver gaat. Kaploes. Deze dingen hebben zo een nieuwe plekken nodig. Maar wat ik gelijk even ga doen in de hoop dat ik hem niet mol. Dat is een domme ding. Hier. Die ziet er wat ronder uit. Dan blijft hij in elk geval een beetje vasthaken. Jou eraan kan snappen, dat ik jou eraan kan snappen. Jou. En jou. Met deze een slide. Rechtsheid verandering. Oké. Okay. Dan jij. 1. Dus jij gaat daarheen. En jij komt er wat
terug. Jij gaat erheen en jij komt erop terug. Dan jij Ctrl Shift. Boom. Jij bent nu een proper roundabout. Dan wil ik jou en dan een star. Shablam. Alright, zo, dat staat wat beter dan al die bomen even uit de weg. Irritant dat jij erin staat weer. Kan ik jou net iets verplaatsen? Beautiful. That looks settled. Ja, jij kan geen weg vinden. Aha. Alright. Verkeerde manier. Oké, ja. Kan ik jou krijgen en dan een upgrade nootje. Jij bent de laatste, dus jij moet naar binnen. Jij bent de laatste, jij moet naar binnen. Jij bent de eerste, jij moet naar buiten. Jij bent de eerste, die moet naar... Really? Buiten. Buiten. Nu klopt ie. Hey! Level 4. Ik heb een nieuwe erbij gekregen. Farming. Unique building staat hierbij. Heb je plastic. En hier heb je glas voor nodig. Ik denk dat het tijd is voor... The oil business. I guess. Hier zijn heel wat plekjes, dus daar zouden we naar kunnen uitbreiden. Dat is zeg maar een goeie, want die is de highway gelijk. Zit dan gelijk, zeg maar, naast de twee naast elkaar. Dus op zich is dat niet heel verkeerd. En hier gaat alles nu lekker chill en lekker rustig. Dus ik zeg, op dit gedeelte missie geslaagd. Boom. Hier go. Alright, dan district. Industrial. Na 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 na. Ik wil eerst even daadwerkelijk een through intersection hebben, want op zich wordt dat niet zo zwaar beladen, dat gedeelte. Maar dat ga ik niet zeggen van olie, want olie is wel een heel stuk anders. En what the fuck is dit? Oké, leuk voor jingle. Alright, ik heb mijn keuze gemaakt en dat is ook gelijk om mezelf te futureproofen. Moet ik even heel wat zooi wegmokken. En dat is deze. Deze letterlijk hebben jullie net gezien. Alleen ik wil mezelf even gewoon goed futureproofen. Dus om dat ik die kant ook toe kan in de future. Gwabam. Nu hopen dat het traffic-wise goed gaat. Dat is nog niet altijd het geval. Zo. Heel veel pijltjes. Jullie kunnen gewoon uw weg vervolgen. Oké, die bomen, ik word er echt naar van. Dat anarchy dingen gaat ver. 1, 2, 3, 4. Dus dan heb je een 4 lane nodig. Heb ik geen normale highways meer? What the flink. Mijn highways zijn broken. Oké, dat was niet helemaal de bedoeling. Well, fuck. Nou, doe ik maar even zonder highway, want ik heb gewoon een 4 lane nodig dan. Wellicht staat hier ook een mooie tussen. Nou, wat dan als we van jou een 3-way maken? Ik heb echt iets met mijn wegen gedaan. Ze zijn allemaal helemaal naar zijn grootje. Jij bent solid. Jij bent doorgetrokken. Ben jij doorgetrokken? Ben jij doorgetrokken? En ben jij weer solid? Zo het zo moeten doen en nu zijn het drie. Nu is het een 3-way. En van een 3-way gaat het uiteindelijk naar een 2-way. Industrial 1-way. Gaan wij dan op verder. En Jeblan. Lekker even een rondje maken, soort van. Voilà. En dan hier, I guess. Gaan we zo terug. Upgrade. Kant op, doen we hier eigenlijk het omgekeerde effect van wat we net hadden. Dan jij gaat daar naartoe. En daar naartoe. En gaat daar naartoe. Jij
Ja, bent wel solid. Alright. Dan... Shaploof. Ja, maar waarom dit? Ik snap... Waarom zitten er allemaal van die gaten in de wereld? Ik snap het niet. Ga ik ze eigenlijk gelijk al in een rondje leiden? Ik ga instant een beetje zo boogjes te maken. Niet voor huis, of course, maar om al de grits in te dumpen. Holy... Small pomp. Deze rij gaat volstaan met... 6 smalle pompen, ja. En dan jij maakt het om. Daar is de tweede laag voor omvorming. En dan aan de buitenkant komt opslag. Round about here. Jij alleen nog even... een stroomdingetje hebben. En jij hebt even water nodig. My dear. Wat ze wel kan doen is... Force brush. Maar er gebeurt helemaal niets. Oh, ik moet je eerst aanvinken zeker. Moet je echt gewoon handmatig aanzetten. Dat is heel irritant. Oké, dat kunnen we ook gewoon zo doen. Dingen werken ook weer niet mee. Gewoon density. Niemand heeft wat aan density. Gewoon afgezonden. Het moet een beetje afgezonderd zijn qua geluid. Dus we zorgen er dan ook voor. Eerlijk toezeggen, met dit al het groen. Met dit ding ziet er niet verkeerd uit trouwens. Wellicht een beetje dens. Wellicht. Als er al die bomen een beetje groeien. Wie zegt dat het heel verkeerd is? Wie zegt dat het heel verkeerd is? Nadat jij daar klaar bent, mag jij één stop maken hier. Beautiful. Ziet er wel echt een beetje gaar uit dit, maar... We gaan even langzaam ietsjes afbouwen. Uiteindelijk gaat het wel mooier uitzien. En ze hebben een bepaald doel en dat is geluid dempen. En dat is ook exact wat ze gaan zullen en doen. Ja, kan het niet goed alleen met Mathica, want ik heb die dingen niet. Ik heb die highway niet meer, want die is kapot en dan moet ik even naar kijken. Dan het ritueeltje wat ik al een tijdje doe. 35 hero heen. Jij pakken wij, dan gaan wij daar staan, dan gaan wij weer terug. Dan is dit ook 35 daarheen. Dan op de rand is het jij daarheen, op de rand is het jij daarheen. Dan is het hier precies hetzelfde, maar dan omgekeerd. Van jou daarheen en dan van jou daarheen. Fijn dat de bug nog steeds bestaat. Fijn dat je weer teruggaat naar de modus waar ik je niet op wil hebben. Modus op... Normale modus, please. For God's sake, blijf erop staan. En waarom buk je de hele tijd? Dat is heel irritant. Hey, bingo. Nou, dan kijk ik zo meteen maar even na, want dit werkt ook weer niet mee. Waarom graaf jij je zo in? Ik snap dit niet. What the hell gebeurt hier? Well, what the f... Wat zijn dit voor blokken? Waarom? Hè? Waarom de fuck worden hier gewoon blokken gecreëerd? Kijk, ik heb er nu weer een klein beetje recht geterfd voor, maar ik snap... Waarom gaat dat zo erg mee met de road? Why? Ik snap dat echt niet. Er is iets mis, maar ik weet niet wat. Hè? Jongen. Dit is toch te veel gezanen. Ik ga zo meteen eerst even kijken wat hier nou precies mis is, want dit klopt niet. Eén ding weet ik wel, en dat is dat dit niet klopt. En ik haast als ding niet klopt. Dan, jij. Wat heb ik nieuw gekregen? Een better pomp, ja. 2, 3, 4. Beter pompen. Pompen. Dikke bakken met pompen. De working barracks. 1, 2. Oh. You good? Deze past hier perfecto. Hatsa. Magnifiek. Dat is die voor ze gemaakt. Haha. Weet je. Exact waarvoor die gepland is. Unique factories. En... Laten we zeggen, zoveel mogelijk hierheen. Kapoem. Ik ga jou water geven. Ik ga jou elektriciteit geven. En ik ga mezelf ook weer geld geven, want ik ben helemaal blut. Oepsie. Elektriciteit, dit is 's nachts. Kan wel weer fors naar beneden. Was alleen even een... Gewoon een kleine knink in de kabel. Maar ik hoef niet zoveel te betalen als niet nodig is. Deze twee. Hier naartoe gejast worden. Dan krijg je plastic products. En daar krijg je pas de echte centen voor. Dat is olie. Olie is rijkmakerij. Ik zou hopen dat dit in één keer goed gaat. Nee, natuurlijk niet. Waarom zou het ook gewoon makkelijk gaan als je het ook moeilijk kan? En dan is hier tot daar.
Maar dan is dit een issue. Hatsa, daar kijken we zo wel eventjes naar. Maar ik word gewoon zo gek dat dit 25.000 miljoen lagen heeft. Why? Residential is heel vandaag gevraagd. Heel veel kan je krijgen, beste vrienden. Alleen hopen dat dit prachtige rondonnetje het aan kan. Dit heeft heel veel aangekund gewoon. Alleen niet alles is genoeg. En dit verloopt ook wel lekker hoor, dames en heren. Dit dingetje. Ik had me zomaar twijfels bij, want... Iedereen die zigzagt voor een plek is altijd niet de beste optie om te hebben. Ik ga deze iets... Oké, nee, laat maar weer. Ik dacht misschien even iets gelijk trekken, maar dat vindt de terraforming niet leuk. Dus daar blijf ik maar vanaf. Ik dacht van misschien gaan ze een lane swappen en dan ga je issue na issue na issue na issue krijgen. Maar dat is gelukkig niet het geval. Jij, weet je, zodra je genoeg kan produceren, knikker hem omhoog. Hoe meer, hoe beter. Maar er bestaat er één, die is echt superveel geld. Daar ga ik ook echt de meeste... poen, geld, dinges, kazinkel uitkrijgen, hoe je het ook wil noemen. Even kijken als ik die ergens kan vinden al. Dat ding is mega groot. Dat is de... deze, de limonade... fabriekie. Glas. Een oor zeker. Ja, dan moet ik eerst het oor hebben. Maar daar zit heel wat geld. En de count is opnieuw gaan. Gaat vooruit. Nu moet ik weer huizen gaan bijplaatsen. Terwijl ik eigenlijk niet wil uitbreiden. Waar ga ik nou weer huizen kwijt kunnen? Gaat verdemmen. Oké, is de terraforming nog een beetje... Oh, oké. Maar daar aan die kant is het... Gaan wij het in elk geval even niet over hebben hoe slecht het daar is. Het is... Ik weet niet of dat een bug is of een mod die gewoon extreem hard zit kutten. Maar één ding is wel, het is verschrikkelijk irritant. Happatee! Big town! Woohoo! Let's go! Ja, ja, 2,2 kilometers extra. Taxation policies, level 5 unique buildings, a metro. Education moves, automatic sorting, tax for low, tax. High density, and office! Let's go! Dames en heren, jongens en meisjes, ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Smash duimpje niet gedaan hebt, abonneer zeker ook. En dan kan ik maar één ding zeggen, is tot volgende week maandag bij een nieuwe aflevering van City Skylines. Ciao! Peace out, later.